Een filmpje op de website Dumpert van een flinke vechtpartij in Dordrecht zorgt voor veel ophef. In de video zien we een groep jongens een andere jongen slaan en schoppen. De video is inmiddels al zo'n 170.000 keer bekeken. Op deze plek aan de Oude Dijk is het filmpje opgenomen, niet ver van het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteinweg. De school laat weten, we herkennen wel wat leerlingen die erbij staan, maar verder zijn we hier totaal niet bij betrokken. Maar aan het schoolplein horen we andere verhalen. Vrienden van mij zijn ook bang omdat ze gezien zijn op die camerabeelden dat ze gepakt worden, laat maar zeggen. Dus ja, er wordt de laatste weken wel veel over gepraat, ja. Als zo'n filmpje eenmaal viraal gaat, dan gaat het hard, hè? Ja, 160.000 keer bekeken of zo. Maar ja, ik vind het eigenlijk gewoon ergens op slaan. Het gevecht is geweest, dat moet kunnen in plaats van dat mensen ons meteen zwart gaan maken. Nadat we wat verhalen van leerlingen hebben aangehoord, komt het Dalton Lyceum toch met een reactie. We zijn erg geschrokken. We leven mee met het slachtoffer. En niet zozeer voor het fysieke geweld alleen, maar ook alle nasleep hierna. Volgens het Dalton Lyceum komen ze wel het slachtoffer als de jongen die de ergste klappen uitdeelt van een andere school. Er zijn een aantal jongens die op het filmpje te zien zijn, die op onze locatie zitten. Zij hebben op een of andere manier een rol daarin. Die zijn niet direct betrokken bij degene die op de grond ligt of die fysieke schade doet. Maar zij zijn daarbij betrokken en hadden wat mij betreft een andere rol moeten aannemen. Hulp halen of ingrijpen. Dat liever. De school licht de ouders in en neemt maatregelen. De politie heeft op Facebook inmiddels opgeroepen het filmpje niet verder te delen. Ja, dat is wat de jeugd doet. Mensen willen dat natuurlijk op film hebben en ze willen het overal opzetten. Maar degene die dat op Dumpert heeft gezet is wel laf. Dat vind ik wel echt oprecht.